In de hartkamers van de wielersport wonen geen vedetten of waterdragers. Er worden daar geen klassiekers georganiseerd. In de hartkamer van de wielersport woont de supporter. En de trouwste van hen heet Mark Rijbroek, de visboer uit het West-Vlaamse Veurne. Ik sprak hem in zijn woonplaats en na de eerste pint stak hij van wal. De koers, meneer, de koers, de schoonste wat er is. Het is dan te zeggen dat ik altijd een plankkaartman geweest ben. Waarom, ik weet het zelf niet. Misschien omdat ze gelijk ik uit de streek van Gent komen. Begon 40 jaar geleden met broer nummer 1 Willy. Veel rappere wegspurters heeft de wielersport niet gekend. Te vroeg opgebrand, zeggen de mensen. Maar het is niet geweten dat Willy de kost moest verdienen voor een vaderloos gezin met 5 kinderen. Dan rijd je te veel koersen. En dan, hij had er 40, maar was nog steeds in competitie. Akkoord, hij reed alleen de kleine wedstrijden voor een sponsor die hem zegde: Willy, rijd niet te rap, want dan gaan de mensen uw schone trui niet zien met mijn firmanaam erop. Maar toch, hij had er 40 en had nog steeds een licentie. Wat is opgebrand? Je kunt u vergissen in een renner. In 1977 ben ik te Wevelgem bij de gekende klassieker. De inrichter van de koers, de grote baas, Georges Matthijs, staat bekans te wenen. Amai, Mark, zegt de baan. Amai. Maar een schone koers gewonnen door zo'n klein Franks coureurske die nog niet op een velo kan zitten. Hij heeft nog geen platte prijs gereden. We gaan nooit niet meer van hem hoeren. Een week later won dat klein Franks coureurske Luik Bastenaken Luik. Zijn naam, Bernard Hinault. Je kunt u vergissen, zeg ik. Pak Eddie Plankaart, de jongste van de broers, in 89. Rijdt hij het kampioenschap van België. 3 dagen voor de koers ben ik hem gaan bellen, gelijk altijd. Maar hij sluit zich af, komt niet aan de telefoon. Ik weet voldoende. De Eddie heeft maar 1 ding in het gedachte, koers. Het is dan dat ik tegen mijn vrouw gezegd heb: wil u zondag de winnaar spelen, schrijf 1 naam op. Eddie Plankaart. Juist zo is het gebeurd. Eddie raakt voorop met Carlo Boomans. Maar dan heeft een Eddie een grote fout gemaakt. De meet lag een stukje berg op en hij had de 53-13 gestoken. Dan moet je vroeg beginnen spurten, anders geraakt u niet op snelheid. Maar hij wachtte en wachtte en wachten, en toen is Carlo 2 tandjes kleiner op 200 meter van de meet gegaan. Eddie trekt zich op snelheid, maar Carlo Boomans passeert de meet al. Geen woord, meneer, kon hem spreken. Vraagt de reporter van de BRT Radio wel, Eddie, hoe is dat gij die sprint kunt verliezen? Ten antwoord gaf hij alleen een boer, zo in een grote zucht. Verstaat u mij? De koers verloren door een fout die een onderbeginneling nog niet zou maken en geen frank verdient. En dan zeggen de mensen: Boomans wint van Plankaart, daar moet geld aan te pas zijn gekomen of drugs. Geen frank, meneer. En drugs, dat weet je niet, hè? Vraag aan een renner: heb u drugs gebruikt? En hij zegt: zeker, ik heb zo even nog een piekuur gestoken. Heb u dat ooit meegemaakt? Ik ook niet. Gij hebt uw vermoedens, hè? In 1996 is het wereldkampioenschap de Chambéry. Ik ben het parcours gaan verkennen. Ik kwam terug met 1 mededeling. Geen Belg gaat winnen daar. Het was een parcours voor mannen lijkt Virank. Het was een Alpenparcours. Maar Johan Musse heeft toch geen klimmer, wint en wordt wereldkampioen. Dat kan niet. Toen Freddy Maartens wegdeemsterde in de Flandria-proef, moest Mark de Meijer de kopman spelen. Goeie coureur, maar toch geen spurter. Maar in Roubaix wint hij van Roger de Vlaming en in de Giro wint hij massaspurts van mannen gelijk Marino Basso. Dat kan niet. Dat is niet mogelijk. Maartens, de Vlaming, Plankaart, prachtige spurters, de elite van de elite. Maar of ze rapper spurten door een pilleken, ik weet het niet. Vraagt u mij de rapste van de Belgische wielersport, noem ik geen van hen als nummer 1. Heb ik een andere naam voor u? Willy van Itzen. Een speelvogel. Hè? De omloop, het volk vertrok gelijk altijd van de Pieterstatie te Gent, maar Willy was niet aan het vertrek. Had zich verslapen met de madame. Ja, maar ja, zo wint je geen koersen, hè.
Vraagt zijn sportdirecteur aan wel, Willy, waarom maak je niet op het appel? Ik kon niet koersje, chef, ik had last van wild vlees. Zo ene was mooie meneer Willy van Nitsche gekund. Wat meemaken met die mannen? In 85, ik rij Roubaix in de volgwagen van Panasonic. Onderweg pakken we Le Monde op, volledige miserie. Trui gescheurd van de vele valpartijen. Ik wissel met hem van trui, want hij had het bitter koud. Ik vind thuis in zijn achterzak een doosje met 3 pilletjes. Sedocar. Ken u dat, meneer? Dan moet je onder uw tong steken als u een aanval van benauwenis hebt. Gaan uw aderen openstaan. Als er 3 in zitten, bij Roubaix, wat heeft er ingestoken bij het vertrek in Compiègne? Dat weet je niet, hè? Dat weet je niet. Een jaar later terug in Roubaix, Kelly wint. Was geen wonder, hij had Parijs-Nice gewonnen, Milan-San Remo. En een week eerder had hij de Ronde van Vlaanderen verkocht aan uw landgenoot Adrie van der Poel. Hij drinkt een slokje en moet naar de huldiging. Ik pak zijn bidon. Vraagt mijn kameraad Robert, wat gaat daarin steken? Ik draai het dekselje los. Ik ruik een keer. Niks. Ik proef een slokje, zo voorzichtig. Was gewoon water. Wat heeft hem daarmee ingenomen? Dat weet u niet, dat weet ik niet. En Kelly gaat het u niet vertellen. Hè? Maar nee, hè. Ja, Museeuw heeft pas verteld van zijn spuiten en slikken toen hij de Veloa vaarwel had gezet. Toch een geweldige renner geweest, hè, Museeuw. Ik had hem in 88 al op het oog toen hij reed voor Eddie Plankaert. Talentenkoop, parel voor het oog. Sponsor was dan François Lambert, de grote meneer uit Brugge. Niet altijd even betrouwbaar. De ploeg werd voorgesteld in de casino te Oostende. Kwamen diverse renners naar hem toe. Meneer Lambert, wij krijgen nog geld van u, zegt hij. Mannekes, ach mannekes, je moest eens weten hoeveel geld ik nog van de mensen krijg. Zo in een senior was meneer Lambert. Zijn ploeg heette ADR. Daar werd hier in België al de restjes genoemd. Maar toch, hij heeft met een mond een wereldkampioen en een toerwinnaar in huis gehad. En PDM hebben met al hun miljoenen nooit geen toer en geen regenboogtrui gewonnen. Je kunt u vergissen. Hè? Maar ik sprak van Museeuw. Een hele grote meneer. Ook als mens. Hebt u de regenboogtrui gezien die in mijn etalage hangt? In die trui won Johan de Ronde van Vlaanderen. Sander en Daas komt hij tot me en zegt, Mark, die trui is voor u. Ik heb nog wel miserie met hem gehad. Hij was bij zijn vrouw weg voor een hittepeteerd uit Roeselare. Heel Vlaanderen wist het. Ik zit na een koers te drinken met een paar mannen. Komt Lefevre langs. Ik zeg, wel Patrick, hoe is het met Johan? Al terug met madame. Daar is dan doorgebriefd aan Museeuw en in het verkeerde gat geschoten. Maar we komen weer overeen. Ik zag hem bij een koers te Hulligem. Ik zeg, Johan, je gaat toch niet slaan? Hè? Hij zegt, Mark, ik heb geen problemen meer met u. Tegenwoordig ben ik dan supporter van Andy Capelle. Vorig jaar 3 koersen gewonnen, puivelde Belzelen. 2e in de IJsselstreek in uw land. Hij was voorop met een Hollander die van zijn sportdirecteur geen kop mocht doen, behalve aan de meet. Het is wat ze zeggen, heeft een Hollander u niet gekloot, dan is hij het vergeten, heb ik gelijk. Bij de amateurs volg ik Kenny van Laren. Omdat zijn vader gelijk ik in de vis zit. Het liefst zei ik de vis vaarwel. Het is alle dagen labeur, dit weekend weer 70 schotels klaargemaakt voor een plechtige communie. Maar mijn vrouw wil niet met pensioen, ga je alle dagen naar de koers en ik alleen thuis, gaat niet gebeuren, zegt ze. Maar toch, meneer, die bergen, die spanning, die snelheid, dat gevaar, die kleuren. De koers, meneer, de koers. Het schoonste wat er is.